Nou, mij aan het filmen of zo? Ja. Ja, waarom dan? Ja, dat weet ik niet, dat moet. Van wie? Van Jan. Ja, maar Jan is niet goed bij zijn hoofd. Waar is die? Waarom moet ik gefilmd worden? Zegt u me veel? Waarom moet ik gefilmd worden? Nee, je hoeft niet met me zo te praten. Waarom komt u naar me toe? Ik heb u helemaal niks gevraagd. Ik heb gevraagd, waarom loop je me te filmen? Het is openbare weg, wij mogen iedereen filmen die we willen. Ik hou niet van riooljournalistiek. Ja, ik hou niet van hysterische vrouwtjes. Nee, nou... Ik hou niet van hysterische mannen. Ja, als je mijn hysterisch mannetje wil, ga je toch weg? Ja, maar je hoeft je komt naar me toe. Te praten. Dan ga je toch weg? Ja, godverdomme! Au! Gezij! Kunt u dit eventjes weghalen? Ik niks ervan. Agressief mens. Wat zeg je? Agressief mens. Loop even mee. Agressief. Mevrouw, even deze kant. Even deze kant. De volgende keer, jongen. Kieren halen je. Ah, weet ik niet. Beetje apart, toch? Ja. Veel plezier nog. Ja, wat is dit? Hallo? Wat was dat voor actie? Ik begrijp u überhaupt niet. Hallo? Nee, wat is dit nou voor actie? Wat zijn we aan het doen? Waar demonstreren we nou tegen? We kunnen gewoon van de spullen afblijven. We hebben die railsverdeling weer, mensen. Nou ja, dit is toch niet normaal? Doe nou eens normaal. Mag je toch gewoon wat vragen stellen? Mensen lastig vallen, jongen. Is er nog iemand die... Die ik kan spreken? Ze zijn niet voor niks boos geworden, hè? Dus doe rustig aan. Blijf even aan de buitenkant. Ja, ik ben heel rustig, maar volgens mij zag u ook dat zij ons aanvielen, toch? Ja. Hey. Wat is dit nu weer? De derde. Mag ik mijn spullen terug? Ja, ze pakken mijn spullen af. Nu is het klaar. Nee, maar nu ben ik het zat. Nee, nu ben ik het zat. Als je demonstreert, kan je pers verwachten, lieve jongen. Dat weet ik. Nou, jullie zijn en daar zijn we. Welkom als jullie gewoon normaal doen. Nieuws naar huis. Van nieuws naar huis. Van nieuws naar huis. Wil ik zeg nieuws, zeggen jullie fuck that. Nieuws. Wie hou je daar verantwoordelijk voor? De Partij van de Armoed. A voor armoed, maar ik bedoelde Partij van nog wat. Volgens mij was het Partij voor de... Stemde elke jaar op. Partij van alle mensen, volgens mij niet. Ja, mijn pa die heeft me zo vaak gezegd. Nee, ik weet wel, CDA is ChristenUnie. Mensen met een lage opleiding verdienen twee keer zo weinig als mensen met een hoge opleiding. Klopt. Balen, hè? Ja, dat is wel zo, ja. Fuck dat. Dat andere mensen twee keer zoveel verdienen. Dat zijn rijke bitches. Ga je wonen in, man? Terecht. Fuck dat, G. What the fuck, man? Dat is fucked up, toch? Jij gaat niet doorstuderen? Ik denk het niet. Ik ben niet zo slim, dus ik kom niet zo ver. Nou, G, ik ben hooggeleid, G. Altijd goed geleid en shit. Nee, opgeleid. Ja. Wat ik wil gaan doen? Gewoon automonteur worden, echt zak openmaken, klaar. Openmaken, wat is het verschil aan zemmen? Echt zak openmaken of de zaak van anderen openmaken? Openen, ja. Heb je denk ik meer ervaring mee? Ja, samen met mijn oom. Ja, maar ik denk wel dat ik nog verder ga, want... Ja. Uiteindelijk wil je chirurg worden? Een lasser? Ja. En ik heb ringen, je weet zelf, man. What the fuck, man? Oh, man. Jij bent... Blackberry, iPod, kijk hier niet, man. Ik heb money, G. Ik steel van die rijke niggers. Van die rijke tata's, je weet zelf, man. Sorry. Dat kan je ook gewoon doen in plaats van een andere opleiding volgen. Van die rijke tata's, mi man. Ik heb les. Could you please tell me why you're standing here? I wait. You can't wait here. Yeah, okay. Could you please remove it? Can you? Could you please go? Remove the car? Can you please go? Is this one of your guys? Why does he park the car? Oh. Why does he park the car here? Why does he park the car here? Nou, die mensen van de ambassade Angola zijn niet echt vriendelijk te noemen. Come on. Is de auto van jullie daar? No, hallo, doe ze maar rustig. Stop. Hallo. Give me back my light. Is this normal what you're doing, sir? You should not park the car here. Are you the ambassador here? No, there is no ambassador here. You should not touch me. Don't touch me. Yeah, don't touch me. Why do you do this? Why are you doing this? I have nothing to say to you, okay? Don't hit me. I have nothing don't hit to say to you. You should not hit me. I have nothing to say this to you. This is the third time I've been hit today.
Is this normal? I want to speak to the ambassador, please. No. Where's the ambassador? He's out of the country. Is this normal that you hit people? Is this normal that you hit journalists? No, but you cannot come here. I'm not coming here. We're here on the street. Do you think this is normal? What is on the hand? Wij worden hier geslagen, onze spullen worden kapot gemaakt. Nee. Jij wordt aangevallen door die collega. Hallo, doe niet. I am not obliged to answer you. Yes, okay. You are. Okay. And don't touch the camera. Don't touch the camera. Don't touch. Dit is de kenteken. Dit is de kenteken. Kom. Pak zijn kenteken. Kijk, daar rijdt hij weg. Dat is hem. Dit gebeurt dus als een diplomaat aanspreekt op zijn gedrag. Je wordt gewoon in elkaar geslagen tegenwoordig. Pedoat. Pardon, ik heet meneer Ad. Het grote nieuws is uit en we kunnen allemaal weer rustig slapen. Van blowen word je niet dom. Maar iemand wist dat natuurlijk al lang. En dat weer Twitter, G's. Snap je, G? Of van blowen word je niet dom. Hoe onderzoek je zoiets? Je kan dat niet zoeken. Ah, hoe ga je zoeken daaronder? Kan toch iemand zijn IQ meten? Wat is dat? Je IQ? I. Ja, IQ. Daar kun je aan meten hoe slim iemand is. Oké, geef me meten dan. Nee. Je wordt niet dom. Je wordt alleen maar wijzer, G. Er is veel sneeuw, hè? Koud, hè? Fucking koud, G. Welke slimme mensen ken je dan bijvoorbeeld die heel veel blowen? Je kent Picasso. Hey, koningin blowstandaard. Plato. Dat is mijn filosofische nigger. Zelf Hussein. Oh, Hussein is al dood. Ja, die is al dood. Ja, Osama Bin Laden. Is ook al dood. Als koningin wakker wordt, ze gaat niet eens de tanden poetsen. Ze gaat direct jonko. Ze zegt, mag ik misschien een wietje? En allemaal gingen blowen. Nee. Antje, wil je ook roken? Antje, wil je smoken? Antje, kom maar Antje. Ik maak je pakje Heineken. Je weet zelf Antje. Wat is dan nog meer slimme vragen? Ik ken alle vragen, G. De vraag die ons allemaal bezighoudt, komt er een Elfstedentocht dit jaar? Nou, ik weet niet. Ik weet echt niet wat ik erop moet antwoorden. Elfstedentocht? Ik weet toch niet wat dat is. Dus jij bent slimmer dan Stephen Hawking? Ja, ja, standaard. Hoe hoog denk je dat jouw IQ is? Mijn IQ is fucking hoog. Ik denk ongeveer 3000 zo. Ik kan je altijd bewijzen dat ik slim ben. Hoe dan? G, moet ik je de kwantummechanica uitleggen van deze ding? Ja? Ja? Oh, hoe G? Je snapt die idee niet, hè? De koningen van de koning krijgt van. Geen teksten, geen. Maar waar komen hier voor deze meneer? Die woont hier ook, hoor. Dus ik weet niet. Die woont hier helemaal niet. Ga weg. Nou, afblijven. U ook. Hey, wegwezen. Doe eens rustig. Ga weg. Hey. U weet heel goed dat we gesloten zijn. Maar deze meneer die woont hier ook, met die mevrouw. Hier wonen geen meneer. Ga weg. Deze mevrouw die wilde ons dan uit de straat hebben, dat we mogen we hier niet filmen. Nou, dat is dus Nederland, hè? Dus ik zou blij zijn dat je hier ook weggaat eigenlijk. Nou. Nou ja, waarom ja. Niet? Ja. Ik ga met je mee als het zo doorgaat. Nou. Godverdomme niet, met een boek hier rondlopen. Goud dat ding ergens in een prullenbak of zo. Iedereen wordt opgebeld dat er allemaal gekken door Duindorp heen lopen. Dat de kinderen naar binnen moeten. Ik snap de hele gebeuren niet, dat je zo door Duindorp gaat lopen. Dat begrijp ik niet. Waarom niet dan? Omdat gisteren, het hele gebeuren is eromheen. Dan worden ze bedreigd door een Mo die even wat op internet zet. We komen vanavond hier naartoe en alle kankerblanken stompen we even de koppen in. Oh, maar dat mag dan wel. Maar stel dat een vrouw nou een boerka aan heeft of een niqab of wat dan ook, nee, en die wil hier lopen. Het gaat om dat jij hier loopt nu. Het gaat niet om een vrouw die hier. Ja, maar iedereen moet hier kunnen lopen met zo'n ding. Dat kan toch, jij liep je toch ook? Gauw eerst dat ding in die. Hier hebt u de boerka neem maar mee. Nee, ik moet er helemaal niks van hebben. Waarom? Nou, omdat het mij niet past, ik ben een blanke. En boerka is overigens verboden, toch? Nee. Nou ja, in bepaalde dingen wel. Nou, maar waarom ga jij in de boerka lopen dan? Waarom? Omdat ik dat wil. Ja, maar waarom? Daar had ik vandaag zin in. Ja, nee, daar had je vandaag geen zin in, want ik kwam je hier even uitdagen. Dat kwam je even laten zien dat jij dat even ging doen. Dat wou je. Dus dan zoek jij toch ruzie. Wat vinden we van de uitspraak van de meneer?